vlog is begonnen. Ja, de vlog is begonnen. Welkom bij het nieuwe vlog van de Kinderkorrespondent. We zijn vandaag hier in Den Haag in de glazen zaal. Waarom is dat de glazen zaal? Omdat het een glazen zaal is. Er is hier heel veel glas. En hier in het midden is een synagoge. Joodse kerk, zal ik maar zeggen. Zo mag ik het vast niet zeggen, maar zo zeg ik het wel. En hier is vandaag een hele belangrijke presentatie. Je ziet al, ik heb zo'n microfoontje op, weet je wel. Die zit dan achter je oren. En dat microfoontje is omdat ik zo meteen ga presenteren samen met de kinderombudsvrouw. Ben je er klaar voor? Ik ben er klaar voor. Heb je er zin in? Ja, ik heb er zin in. Clip. Zometeen gaan we presenteren een onderzoek wat zij hebben gedaan onder 2000 kinderen in heel Nederland. Ze zijn heel Nederland doorgeweest, ze hebben overal gekeken wat kinderen nou belangrijk vinden. En wat vinden kinderen belangrijk? 1. Er moet meer naar jullie geluisterd worden. 2. Jullie willen minder stress. Nou, daar gaan we het vandaag over hebben met kinderen natuurlijk, met de kinderombudsvrouw, de staatssecretaris die komt. Er zijn hier allemaal belangrijke mensen van kinderorganisaties. Dus het is spannend, spannend, spannend! En heb je nog een beetje goed? Welkom allemaal hier op deze fantastische en bijzondere middag. Kom net hier, op deze video. Zeg ik nou kinderombudsman of kinderombudsvrouw? Vrouw. Vrouw? Ja. Bij deze? Ik geloof dat er niet één kind is geweest die gezegd heeft, ik wil een gadget, ik wil een beter mobieltje of ik wil iets wat je beter kan helpen. Ja. Maar je ziet ook wel dat er lang doorgegaan is. Kom je eigenlijk gewoon tot jezelf en bedenk je van wat is er eigenlijk gebeurd? Er zijn meerdere plekken in Nederland te zien. Waarom wil je dat weten eigenlijk? Ja, ik zou het ook op mijn eigen school willen zien, denk ik. Kunnen studeren om uiteindelijk klaar te zijn, moet ik minstens 16 tot 18 jaar studeren. Ja, allemaal. Dus ik verwacht haar rapport ook binnen afzienbare tijd. En ik wil u uitnodigen om iets te drinken en te doen waar u zin in hebt. Wat een applaus! Blij? Ja, blij. Ja, is het mooi toch? Ja, dit is prachtig. Ja. De boodschap kwam volgens mij wel over. Ja, het kwam bij mij heel erg binnen, maar ik geloof dat het ook wel over kwam. Ja, mooi toch? We gaan aan de borrel. Borrel! Ja. Jij zou mij nog gebarentaal leren. Ja, zou ik doen. Ja. Hoe kan ik nou met één hand gebarentaal doen? De auto. Kijk eens, twee handen, maar hetzelfde gebaar. Ja, maar dan stuur ik dus zo. Ja. Maar ook mondbeeld is belangrijk, hè? Dus je moet de auto bijzetten. Ja. Thee? Ja, thee? Ik heb dus geen. Ik heb wel een theezakje, maar ik heb geen. Dit is thee, jongens. Ik kan geen kopje. Dit is wel genoeg. Nee, en bier? Oh, bier? Ja, bier kan ik wel. Ja, zie je wel. Ja. En hoe zeg ik? Subscribe op internet, op YouTube? Jullie moeten niet vergeten, subscribe. Ja, dit is YouTube. Hoe is YouTube? YouTube. Oké, jongens. Aanmelden. Op YouTube, subscribe. Op. Dus dan krijg je dus dit, YouTube. Dan heb je zo'n rood dingetje, subscribe. Ja, nou, rood vakje. Klik. Klik, jongens. Subscribe op YouTube. YouTube. Subscribe. Subscribe op YouTube. Zit je me nou uit te lachen? Hij lacht me gewoon uit! Een rood vakje. Klik erop. Klaar. Okay. YouTube. Geweldig, man. Helemaal gelukt.